Op 3 augustus 2015 plaatste Esmee Visser een foto op Instagram. Werkdag, hashtag bloembollen, hashtag middagpauze. Bloembollenpellen. Vakantiebaantje. 2 weken geleden kende ik Esmee Visser nog helemaal niet. En tot gisteren kende ik alleen haar naam en haar gezicht, dat trouwens sprekend leek op dat van tientallen andere schaatsters die ik de afgelopen jaren voorbij zag glijden. Blond, blozend, lachend. Sindsdien is er veel veranderd. Het is, met totale vreemden die plots een gouden medaille winnen, een beetje hetzelfde als wanneer je een bijzonder leuk iemand ontmoet, juist op een moment dat je al een tijdje op zoek was naar een bijzonder leuk iemand. Je gaat googlen, je gaat een beetje loeren op Instagram, een beetje spieken op Facebook en je gaat je, uiteindelijk, de gluurder voelen die je diep van binnen bent. En nu weet ik tamelijk veel van Esmee Visser, zeg maar, nou ja, bijna alles. Zo weet ik bijvoorbeeld dat Esmee lid is van ijsclub Nut en Vermaak uit Leimuiden. Nut en Vermaak uit Leimuiden. Neem die naam in je mond en proef de smaak van verse snert. Ook weet ik dat Esmee aan de VU studeert, farmaceutische wetenschappen. Dat ze niet van winkelen houdt. Dat ze dit jaar is begonnen met het drinken van koffie. Met name trouwens de cappuccino, vanwege het melkschuim. En dat ze nog nooit naar een concert is geweest. Ik herhaal dat ze nog nooit naar een concert is geweest. Al die feiten ontroerden me, elk op hun eigen wijze. Maar het mooiste van alle Esmee Visser feiten was dat ze een paar maanden geleden niet eens wist wanneer de Spelen überhaupt waren. Ja, in de winter, vermoeden ze. En ergens in Azië, dat had ze dan via via gehoord. Het leek wel alsof Esmee Visser tijdens een trainingsrondje in Leimuiden in een diep wak was gevallen. En aan de andere kant van dat wak bevond zich een Olympisch erepodium. Met Esmee Visser won iemand op wie je denkt te kunnen lijken. Een mens tussen machines. Iemand die over een fotoshoot met alle Olympische schaatsers samen zei: ik had het gevoel dat ik voortdurend in de weg liep. Iemand die 2,5 jaar geleden dus nog bollen pelde als vakantiebaantje. Iemand zoals wij allemaal. Nou ja, op dat goud na dan.